Pasen is het feest van de wederopstanding. En daarmee ook een beetje natuurlijk het feest van leven en dood. Het feest van de overwinning op de dood door Christus. Nou, dan kunnen we op Pasen de Matthäus-passion nog een keer laten zien. En dat doen we morgen ook. Maar we dachten, misschien is het op dit moment beter om eens gewoon te gaan praten over wat er in de wereld van vandaag gebeurt. Op het gebied van leven en dood. Harry van Bommel is Kamerlid voor de SP, de Socialistische Partij. En hij is heel bekend in Amsterdam, want hij was jarenlang gemeenteraadslid. Harry, je komt net uit Volkel. Wat heb je daar gedaan? Ik heb daar een actie bij gewoond. In de omgeving van de vliegbasis Volkel. De enige plaats waar in Nederland kernwapens liggen. Althans, dat is vrijwel zeker. En ik heb daar een actie bij gewoond om de aandacht te vestigen op de aanwezigheid van kernwapens in Nederland, zonder dat daar verder over gediscussieerd wordt. Want we zitten in een situatie waarin Nederland nog wel niet de oorlog is verklaard door Servië, maar waar we feitelijk met F-16 bommenwerpers oorlog voeren. Dat klopt. Formeel is ons land niet in oorlog, maar feitelijk wel. Want Nederland levert F-16's die kruisraketten afvuren op doelen in Joegoslavië. De afgelopen weken is er van alle kanten gezegd, ja, hoe zijn we in deze situatie beland? Want Nederland heeft zich aangesloten bij de NATO en dat kan je ook wel een beetje voorstellen dat dat politiek moet. We zijn tenslotte deel van dat Noord-Atlantisch Verdragsorganisatie, de NAVO-NATO. Dus we moesten wel. Maar nou zitten we ermee en nu wordt er gezegd, ja, dat was niet zo'n slimme actie. Dat klopt. En het is allemaal begonnen door dat er vorig jaar, een klein jaar geleden, de NAVO is begonnen met het dreigen met luchtaanvallen. Wanneer Servië bepaalde resoluties van de VN-veiligheidsraad niet zou uitvoeren, dan zou er gebombardeerd worden. Daar heeft men heel lang mee gedreigd. Uiteindelijk is de strijd in Kosovo opgelaaid tussen Servische troepen en het bevrijdingsleger van Kosovo. En ja, nadat men heel lang heeft gedreigd, kon men, althans de NAVO dacht dat, kon men om gezichtsverlies te voorkomen niet anders meer dan die dreigementen ook uitvoeren. Met andere woorden, bommen gooien op Servië. Ja. En dan is er een parallel met de strijd tegen Irak, tegen Saddam Hussein. Want daar is ook eindeloos gedreigd. En dan werden er weer missies, die gingen onderzoeken wat voor wapens ze daar hadden, werden dan weer teruggetrokken. Maar uiteindelijk moesten ze bommen gaan gooien, maar daar horen we ook niks meer van. Dat klopt. Er is een vergelijking mogelijk met de kwestie Irak. Toen UNSCOM daar de inspecties niet goed meer kon uitvoeren, toen heeft Amerika gezegd, de NAVO moet ik eigenlijk zeggen, nee, het was niet eens de NAVO, het was Amerika en Groot-Brittannië hebben toen gezegd van nou, dan gaan we luchtaanvallen uitvoeren. Daar is een serie luchtaanvallen uitgevoerd, overigens zonder resultaat, want Saddam Hussein zit er nog steeds en de inspecties kunnen nog steeds niet uitgevoerd worden. En dat betekent dat dus eigenlijk een actie geweest is zonder resultaat. Dat ziet er naar uit dat er nu ook rond Servië hetzelfde gaat gebeuren. Want ja, er zijn nou al een paar dagen bommen gegooid en er gebeurt eigenlijk verder niks. Ja, dat klopt. Overigens moeten we niet spreken over Servië, want het gaat om heel Joegoslavië. Ook Montenegro is gebombardeerd. Een deelrepubliek die aanvankelijk met het conflict niks had te maken. Maar omdat het deel uitmaakt van de Republiek Joegoslavië, is Montenegro ook gebombardeerd. Dus uiterst wrang dat een deelrepubliek van Joegoslavië, die zelfs oppositie voert tegen Milosevic, dat die nu onderdeel van het conflict is geworden. Maar ja, u heeft gelijk, het lijkt allemaal niks uit te halen. Want vandaag de negende dag, met Pasen tiende en elfde dag straks, kan de situatie ontstaan dat men na dagenlang, straks mogelijk zelfs wekenlang bombarderen, aan de situatie in Kosovo niks heeft veranderd. Sterker nog, dat de situatie lijkt te verslechteren. En dat men dus door moet gaan met bombarderen. Een hele wrange situatie. Oorlog en vrede. Dat is een beetje de situatie de laatste jaren. Er zijn niet meer geen landoorlogen meer. We doen het op afstand. De afstandsbediening van de raketten, de afstandsbediening van de vliegtuigen. Liefst sturen we dan nog vliegtuigen zonder mensen erin, hè, de kruisraketten. Oorlog wordt ontmenselijkt. Maar we zien wel op dit moment, ik zag net op het nieuws, gisteren geloof ik 20.300 Kosovaren noemen ze nou tegenwoordig allemaal. En dan weer 15.000 wordt er verwacht en morgen nog meer. 10.000, misschien wel 100.000 mensen die op de vlucht slaan. Ja, dat klopt.
In dit tijdperk wil men schone oorlogen voeren. Dat betekent dat men niet snel grondtroepen zal sturen. Dat men de risico's zal minimaliseren. Dat heeft men nu ook gedaan. Eroverheen vliegen en bommen gooien. Het lijkt ook een oorlog zonder doden. Want er worden geen beelden vertoond op televisie van slachtoffers. Het is ook heel raar dat er bombardementen worden uitgevoerd op een stad, Belgrado, op een ministerie, op allerlei militaire hoofdkwartieren. En je hoort helemaal niks over slachtoffers. Ja, je leest er in de krant voorzichtig wat over hoeveel er eventueel gevallen zouden zijn, maar je ziet ze niet. En dat is dus een hele rare situatie. Ook aan de kant van de NAVO horen we helemaal niks van slachtoffers. Het is een, wat dat betreft, ook wat de media betreft, die toch belemmerd worden in hun werk, is er weinig te melden. En dat is eigenlijk heel raar. Ja, maar dat kan ook niet. Ik vind dat ook een beetje een raar idee dat je een oorlog zou kunnen voeren tegen Servië en daar met bommen gooien. Daar vallen vast doden mee, heel veel schade. En dan denken dat er niks gebeurt. Van de ene kant niet, van de andere kant. Het is alsof oorlog inderdaad een handschoenenzaak is geworden. Maar ja, dan denk ik toch weer aan die Golfoorlog, waar daar verluidt toch honderdduizenden Iranezen onder het zand geschoffeld zijn, waar nooit iemand van gehoord heeft. En er, geloof ik, 59 Amerikanen meest nog uit vliegtuigen gevallen. Het is de verhoudingen zijn zoek. Je praat over ellende van mensen, in dit geval honderdduizenden Kosovaren die verdreven worden, gemarteld worden, wat we daar allemaal van mogen geloven. En aan de andere kant een paar Amerikanen, en of dus nu ook Nederlanders, die in vliegtuigje oorlogje spelen. Ja, wat ik heel bizar vind is dat Amerika nu moord en brand schreeuwt, nu er 3 Amerikaanse soldaten zijn vastgenomen. Terwijl er natuurlijk honderdduizenden mensen op drift zijn geraakt die nu vluchten. En daar is onvoldoende opvang voor. Erbarmelijke omstandigheden in Albanië, in Macedonië, ook in Montenegro waar de mensen opgevangen worden. Ik vind dat dat bovenaan de politieke agenda moet. En dat kreten van zo'n man als Clinton, America takes care of its own. Hè? We herinneren ons dat van de tijd van de gijzelaars in, waar was het, in Bagdad? Teheran. Dat er ook zo'n situatie ontstond dat voor toch uiteindelijk een beperkt aantal mensen, vergeleken met enorme aantallen slachtoffers die in zo'n oorlog vallen, Amerika werkelijk helemaal uit zijn dak gaat en daar een beetje oorlogshitserige taal moet je dat toch noemen. Want we gaan er wat aan doen en zo. Ja, dat klopt. In Amerika is de publieke opinie ontzettend sterk gericht op de eigen mensen. Op het moment dat er 3 Amerikanen gevangen genomen worden, kun je vaststellen dat het hele land daar in één keer bij betrokken is. Want dan gaat het mogelijk om Amerikaanse slachtoffers. Dat is natuurlijk bizar wanneer je weet dat er honderdduizenden mensen onder de meest erbarmelijke omstandigheden daar in de open lucht, in de kou, de nacht moeten doorbrengen, moeten vluchten, moeten tientallen kilometers moeten lopen door de bergen en op andere stoffige wegen om in betere omstandigheden te komen. Daar zou denk ik als eerste de aandacht naar uit moeten gaan. Betere opvang. Nederland werkt daar ook aan mee. Daar wordt ook geld voor uitgetrokken. Maar ik denk dat onder de huidige omstandigheden, wanneer na 8 dagen bombarderen er geen vooruitgang is, dat er maar 1 uitweg mogelijk is. En dat betekent staakt het vuren, niet meer bombarderen. En kijken of via de onderhandelingstafel betere omstandigheden, betere afspraken gemaakt kunnen worden. Maar dan zal Milosevic zeggen, ik heb gewonnen. Zoals ook Saddam Hussein eigenlijk zegt. Onder de huidige omstandigheden heeft er niemand gewonnen. Kosovo wordt plat gebombardeerd. Ook in andere delen van Joegoslavië vallen veel bommen. Dus de schade is daar immens. Ik denk dat het gezichtsverlies van de NAVO al geleden is. Doorgaan met bombarderen totdat er een handtekening komt onder een akkoord. Wat op zich, een akkoord van Rambouillet, wat op zich al dood is. Want als alle etnische Albanese uit Kosovo vertrokken zijn of zijn omgekomen, dan heeft een akkoord niet heel veel zin meer. Dus ik denk dat er op dit moment, om een nog grotere humanitaire ramp te voorkomen, er gestopt zou moeten worden met bombarderen. Onder voorwaarde dat er van Servische kant en ook van de kant van het bevrijdingsleger van Kosovo een staakt het vuren wordt afgekondigd. Harry, nou ben jij nog, hoe oud ben je? 36. Je bent toch nog tamelijk jong voor volksvertegenwoordiger. Daar zit je in de Tweede Kamer. Daar wordt post facto, nadat het al gebeurd is, nadat Kok besloten heeft, wordt dus aan de Tweede Kamer als het ware een soort toestemming achteraf gevraagd van, mocht dit wel? Ik neem aan dat meneer Kok s'nachts toch wel een beetje met zijn fractieleiders van de grote partijen gebeld heeft. Gaan we dit doen? Staan we hier achter? Maar je krijgt dus achteraf, wordt het aan je voorgelegd. Heb je nou het gevoel dat je daar nog een klein beetje macht over hebt? Nee, dat klopt niet. Er is aan de Kamer niet achteraf gevraagd van, vond u dit goed? Er is aan de Kamer eind vorig jaar al gevraagd
van gaat u ermee akkoord dat wij dreigen met geweld? Nou, als je gaat dreigen met luchtaanvallen, dan ontstaat er een soort autonoom proces. Waarbij uiteindelijk ook de situatie ontstaat dat je die dreiging moet waarmaken. Nou, de meerderheid van de Kamer heeft toen gezegd, daar gaan wij mee akkoord. En dat betekent, toen is die activation order, zoals dat heet, act order, is afgegeven aan de NAVO. En dat betekent dat de NAVO dan eigenlijk carte blanche heeft om op een moment wanneer dat militair uitkomt, dat bevel ook daadwerkelijk te geven. Dus de NAVO heeft met een mandaat van de meerderheid van de Kamer uiteindelijk ook die dreiging waargemaakt. Niet alleen van onze Kamer natuurlijk, maar van vele landen. Klopt, van vele landen. En in Nederland is daar dus door een meerderheid van de Tweede Kamer, met uitzondering van de SP, is daar ingestemd met het afgeven van die bevoegdheid aan de NAVO. En ja, ik vind het vooral zuur te moeten constateren dat op het moment dat de eerste luchtaanvallen zijn uitgevoerd, dat dan de discussie kennelijk ook in die partijen pas goed gevoerd wordt. Want, en dan gaan er allerlei mensen, gaan GroenLinks, allerlei situaties, mensen van andere partijen. Jouw rol, je zit daar in de Kamer met een kleine fractie en je weet dat je nooit zeg maar, je wil kunt opleggen aan de rest. Dus je bent daar als een, je moet met argumenten proberen toch nog veranderingen te bewerkstelligen. Denk je dat dat een beetje lukt? Nou, ik moet vaststellen dat onze inbreng in de discussie, die ik voor de SP heb mogen doen, dat onze inbreng in de discussie andere mensen in ieder geval in een positie geplaatst heeft dat zij zich dubbel moeten verantwoorden. En dat blijkt ook uit het feit dat er dan uiteindelijk toch in de discussie argumenten gebruikt worden die later door anderen worden overgenomen. En dat andere fracties verdeeld raken. Zoals je weet is de GroenLinks-fractie ernstig verdeeld geraakt. Er zijn GroenLinks-Kamerleden die uiteindelijk ook gezegd hebben, na een week bombarderen weliswaar, dit is een heilloze weg. We moeten op onze schreden terugkeren. Stop met bombarderen. En ook bij de Partij van de Arbeid is er één lid, Apostolu, die gezegd heeft van dit is een heilloze weg. We moeten nu stoppen. En dat betekent dat er toch beweging in de Kamer komt die verder reikt dan alleen die vijf Kamerleden van de SP. En ook in de Eerste Kamerfractie van GroenLinks, heeft afstand genomen van het bombarderen. En zegt van ja, we moeten nu stoppen. Ik ga nog een stapje verder. De burger op straat. Als je mensen vraagt van wat is er, dan zijn er ja, in eerste instantie zeiden ja, er moet toch wat gebeuren. En dan, je weet nooit in hoeverre die verhalen wat overdreven zijn aan de ene kant en aan de andere kant. Maar goed, mensen hebben toch het gevoel van dit gaat niet goed. Komt zo'n signaal nou over? Heb je nou het gevoel dat daar in Den Haag, toch een beetje een ivoren toren daar in Den Haag, mooi parlement, met elkaar praten, dat geluisterd wordt naar de stem van de mensen? Nog niet. Maar zoals dat vaker gaat bij dit soort dingen, moet er eerst meer geluid uit de samenleving komen. Als er meer geluid uit de samenleving komt, dan weet ik dat de volksvertegenwoordiging, het parlement, zich daar wat van aan zal trekken. En ik weet dat er nu al demonstraties worden georganiseerd. Ja, daar ben je net vandaag geweest, onder andere in Volkel. Ja, Volkel was niet een demonstratie tegen deze oorlog, maar meer een demonstratie tegen bewapening, kernbewapening om precies te zijn. En dat vind ik een goede zaak dat daar tegen gedemonstreerd wordt. En ik denk dat het straks ook bij een demonstratie tegen Nederlandse deelname aan deze oorlog, dat het ook nog wel eens druk kan worden. Ik weet dat er een demonstratie is gepland op 10 april en in Amsterdam. En ik denk dat het daar best heel druk kan worden, ja. Oorlog. De slachtoffers zijn altijd niet alleen onschuldigen, maar burgers. De slachtoffers zijn soldaten in Joegoslavië die misschien Montenegrijn zijn en die in dienst moeten. Er is een enorm. Ze hebben qua rassen zijn ze daar natuurlijk enorm bezig. Dus het lijkt me nog niet dat de Montenegrijnen achteraan gezet worden, maar dat de Serviërs misschien juist hun minderheden voorop laten lopen. Dat zijn dus de eigenlijke slachtoffers. De mensen die uit hun huizen verdreven worden. Heb je nou het gevoel dat de politiek daar wat aan kan doen? Ook in ons land. Dat je daar in Den Haag zit en dat je wat kan doen voor de mensen die het slachtoffer worden van het systeem? Heel moeilijk. Dit conflict zat er al een tijdje aan te komen. Dat het nu versneld slecht gegaan is, heeft deels ook te maken met het feit dat de NAVO besloten heeft om aan te vallen. Want voorafgaand aan die aanval moesten de internationale waarnemers Kosovo verlaten. Toen is het snel slechter gegaan. Toen er geen toezicht meer was, geen waarnemers meer, ook geen pers meer. Toen is de situatie in een paar dagen heel snel verslechterd. En ja, onder druk van die luchtaanvallen
En de uiteindelijke luchtaanvallen zelf, lijkt het zo te zijn dat Milosevic zijn handen vrij heeft gezien om versneld een zuivering uit te voeren, mensen weg te jagen, huizen te vernietigen, ook wraakacties uit te voeren, zo lijkt het. Maar ja, we weten het niet precies, omdat er geen pers meer aanwezig is in Kosovo zelf. En we dus niet goed zicht hebben op wat er daar aan het gebeuren is. Maar één ding weet ik zeker, dat de luchtaanvallen tot nu toe die mensen niet hebben kunnen beschermen. En dat is heel triest, omdat het om die mensen uiteindelijk te doen was. En die mensen nu in grote aantallen moeten vluchten. En we ze dus praktisch geen bescherming kunnen geven, alleen maar kunnen opvangen in de regio. En dat is dus heel zuur. Vind je dat een beslissing, zoals dus eigenlijk al een tijdje geleden genomen is, zoals je hebt uitgelegd, waarbij de NAVO een vrijbrief krijgt om actie te gaan voeren, eigenlijk dus een oorlog te beginnen, dat dat aan de burger in Nederland voorgelegd zou moeten worden? Want het is toch een ernstige beslissing. We gaan in de praktijk oorlog voeren. Ja, ik weet dat niet. Ik weet niet of je over dit soort vraagstukken een referendum zou moeten houden. Ik weet wel dat op het moment dat die vliegtuigen opstegen, op het moment dat de schepen van anker gingen, dat we dus feitelijk op weg waren naar die aanval, dat een meerderheid in de Kamer het niet eens nodig vond dat de premier daar tekst en uitleg over kwam geven. Dat heeft mij ernstig verbaasd. Ik heb in de commissie die daarover gaat erop aangedrongen dat niet alleen de minister van Buitenlandse Zaken, maar ook de premier, net zoals Tony Blair dat gedaan heeft, net zoals in Amerika Chirac dat gedaan heeft, in Duitsland Schröder, heb ik erop aangedrongen dat ook de Nederlandse eerste minister daar een verklaring over af zou komen geven. Ja, dat is niet gebeurd en ik vond dat heel vreemd. Even terugkomen op dat referendum. Moet je het volk daarin mee laten bespreken? Het is Pasen. Degene van u die misschien de Matthäus Passion gevolgd hebben of de Bijbel goed kennen, weten dat ook bij de rechtspraak, hè, toen Jezus dus voor de hoge priesters werd gebracht, er gevraagd werd aan het volk, wilt u kiezen? Ze werden als het ware een valse keus voor gespiegeld tussen Barabbas en een of andere man die toch opgehangen zou moeten worden, en Jezus. En die keus werd voorgelegd aan het volk. En het volk zei, Barabbas moest vrij, niet Jezus. Aan het kruis met Jezus. Een historisch referendum. Daaruit zie je dus dat het volk in zo'n situatie waarin ze de keuze hebben misschien emotioneel gaan reageren. Is dat een reden waarom je zegt, nou, over dit soort dingen hoeven we ze niet op die manier te raadplegen? Ik weet dat emotie bij dit soort beslissingen een grote rol spelen. Heel veel Nederlanders, 76% volgens een peiling van bureau Lagendijk, 76% van de Nederlanders steunt de aanval. En dat verklaart in ieder geval dat men dus een grote betrokkenheid heeft bij het conflict, bij het probleem. En dat men iets heeft van, nou, er moet wat gebeuren. Tegelijkertijd denkt 40% van de mensen dat die luchtaanvallen niks uit zullen halen. En dat geeft al wel aan hoe machteloos eigenlijk men de eigen positie ziet. Want luchtaanvallen zonder dat ze wat uithalen, ja, vind ik, die moet je niet uitvoeren. Dat men dat toch steunt, ja, dat toont aan dat men heel betrokken is bij. Maak het eens wat actueler. Hè. Er gebeurt iets of morgen valt het kabinet over deze zaak of over een andere zaak. Dan zou je kunnen voorstellen dat de SP die gezegd heeft, wij moeten dit niet doen. En misschien GroenLinks, wat daar nu aan twijfelt, daar zeg maar electoraal bij de kiezer dan heel goed vanaf komt. Ja? Zou je dat een goede zaak vinden? Dat we over zoiets dan op die manier de burger aan het woord laten? Nou, ik vind oorlog en vrede vind ik geen zaak voor partijpolitiek. Iedereen volgt dan zijn eigen weg en die neemt zelf een beslissing. En ik vind ook dat fractiediscipline bij dit soort vraagstukken niet zouden moeten gelden. Ik had ook liever gezien dat de GroenLinks-leden eerder de gelegenheid hadden gekregen om kenbaar te maken dat ze het niet eens waren met dit besluit. Wat is dat eigenlijk, fractiediscipline? Je hoort dat zo vaak, ja. De neuzen moeten dezelfde kant uitstaan. Waarom eigenlijk? Ja, dat is om naar buiten toe aan te geven dat een hele fractie daarachter staat en dat men dat in zijn geheel steunt, ook om naar de kiezer toe het beeld in stand te houden dat zo'n partij een eenheid is en dat iedereen achter het standpunt van die partij staat. Maar ik zeg altijd, oorlog en vrede staat in geen enkel verkiezingsprogramma. En het besluit om daaraan deel te nemen, dat moet ieder voor zijn eigen verantwoordelijkheid doen. En dat kun je dus niet doen op basis van een programma
of op basis van een partijideologie. En in dit geval hadden individuele Kamerleden dus de ruimte moeten krijgen om al in het eerste stadium te zeggen, hier ben ik het niet mee eens. En ik weet niet of men die ruimte wel gekregen heeft. Ik zou daar geen uitspraken over willen doen, want dat geldt voor die partijen en dat geldt voor de individuele Kamerleden. Je ziet het nu in Amsterdam ook rond dat die zaak met A2000, waar ik me dan druk over maak, over een referendum. Dan zie je dat, omdat de wethouders een deal hebben gemaakt, hun partijen, VVD en PvdA, dus eigenlijk niet meer mee mogen praten. De mensen die in die partij zitten, die mensen die misschien een heel ander idee hebben of een andere achterban, worden de mond gesnoerd. Ze moeten meestemmen met de wethouder. Ja, dat zie je vaak. Zeker op gemeentelijk niveau. Ik heb dat zelf vaak meegemaakt. Dat er uiteindelijk een afspraak gemaakt wordt binnen de coalitie, binnen de collegepartijen. En dat individuele raadsleden dat dan volgen, want dat is dan afgesproken. En anders ontstaat er ruzie in het college wanneer individuele partijen of zelfs individuele raadsleden besluiten daar vanaf te wijken. Dan ontstaat er geheibel en dat wil men vanzelfsprekend niet. Dus wordt dat van tevoren afgesproken. We stemmen allemaal voor, we stemmen allemaal tegen. En dan, daarmee is dus die individuele verantwoordelijkheid. Want ik neem aan dat toen jij werd ingezworen destijds als raadslid, maar ook als Kamerlid, of je je vingers op hebt gestoken of beloofd of gezworen, dat je daar zit zonder last of ruggespraak. Klopt. Klopt. En dat, dat principe, die fractiediscipline, staat dus ook op gespannen voet met het staatsrecht. Wat inderdaad zegt dat je zonder last of ruggespraak je werk moet doen. En dat betekent dat je je eigen verantwoordelijkheid hebt en dat je die ook moet volgen. En dat je wat dat betreft... Maar daar zijn we dus van afgeweken. Want ik herinner me in de tijd, ik heb nog als kandidaat gestaan voor het CDA, erg lang geleden overigens, ook voor het Europees Parlement. En dan moest ik allerlei papiertjes tekenen dat ik aan de partij het recht gaf om mij van de lijst of niet of dat. Kortom, ik gaf al mijn grondwettelijke rechten eigenlijk van tevoren prijs. Maar ik moest daar wel mijn vingers op steken en zeggen dat ik zonder last of ruggespraak, terwijl er dus zo'n pak papier lag. Dat klopt. En dat deugt dus ook juridisch gesproken niet. Je bent persoonlijk gekozen als raadslid of als Kamerlid. En niemand kan van jou eisen. Men kan het verlangen, men kan daar redelijke argumenten voor aanbrengen. Maar niemand kan het, juridisch gesproken, eisen dat je je zetel afstaat aan die partij. Ik vind zelf wel dat wanneer je op belangrijke onderwerpen het niet meer eens bent met je partij, dat je je zetel ter beschikking moet stellen. Dat vind ik dat je daar, dat je dat aan de kiezer verplicht bent. Maar dat is een ander verhaal. Juridisch kan niemand je dwingen. Ik kan me voorstellen dat in een fractie met een groot aantal mensen gezegd wordt, kijk, Piet hebben we aan, of jou, Harry, of wie dan ook, hebben we opgesteld om zich over dat specifieke onderwerp daarin te werken, daar veel van te weten. We kunnen niet allemaal over alles weten, dus daar is een zekere partijdiscipline gegroeid, gewoon omdat het handiger is. Je kunt het werk verdelen. Maar als er dan een onderwerp komt en we hebben het nou over oorlog en vrede, over leven en dood van mensen, over wat daar ook weer uit volgt, hè, stromen vluchtelingen, wat gaan we daarmee doen? Langzamerhand kan me voorstellen dat er meer Kamerleden zijn die zich daar gewoon druk over gemaakt hebben, die het weten en dus hun eigen mening hebben. En dat zie je dan ook. Ja, dat klopt. Daarom vind ik ook dat dit soort vraagstukken eigenlijk door de Kamer bij hoofdelijke stemming besloten zouden moeten worden. Zodat ieder Kamerlid zijn eigen verantwoordelijkheid kan nemen. Je zegt hoofdelijke stemmen, geheime stemming. Nee, hoofdelijke stemming betekent dat ieder lid persoonlijk moet zeggen voor of tegen een bepaald besluit te zijn. En dit is gewoon in de commissie besloten. Er is ook geen voorstel in de Kamer in die zin ingediend waarover gestemd moest worden. Wij hadden dat kunnen doen, maar ja, we wisten al wat de uitslag was van die stemming, dus we hebben dat niet gedaan. Ik vind dat dit soort vraagstukken die zo ingrijpend zijn, dat eigenlijk ieder Kamerlid daar persoonlijk verantwoordelijkheid naar de kiezer en ook naar buiten toe publiekelijk voor af zou moeten leggen. Want dat is een breder politiek probleem, wat dus niet alleen in deze zaak speelt, maar ook dus weer in die Amsterdamse gemeenteraad. We lezen dan in de kranten, wat een persoonlijk stoorde van de week was, BMW doet een persbericht eruit staat, referendum afgewezen. Dat was helemaal niet het geval. Dat is gewoon, dat is ook door mevrouw Spier en de heer Piersma van de PvdA gezegd, dit is onjuist, dit mag niet voorkomen. Maar het wordt naar buiten gebracht alsof de heren van BMW dat kunnen beslissen. Hetzelfde geldt voor een millenniumfeest. De raad in Amsterdam is nog altijd het hoogste orgaan. Je hebt daar zelf ingezeten, je weet dat. Op die manier wordt de indruk gewekt dat we dat allemaal in de achterkamertjes even regelen. Ja, ik ken die praktijk, ik vind dat verwerpelijk. Ik vind dat het college te vroeg die besluiten naar buiten brengt. Want een collegebesluit is geen besluit van de gemeenteraad van Amsterdam. En wanneer het college een persbericht eruit doet met als kop referendum afgewezen,
Ja, dan neemt de krant dat over. Want de krant redeneert, collegepartijen die staan daarachter. Dus een meerderheid van de raad staat daarachter. Dus referendum afgewezen. Nog voordat er gewoon formele besluitvorming in de raad is. En dat is dus niet in de haak. Ik zou dan ook vinden dat het college dat niet moet doen. Maar ja, het college neemt die vrijheid. En wanneer de collegepartijen dat steunen, ja, dan is een meerderheid in de raad die dat dus niet verhindert. En dat is dus een slechte zaak. Nou, mensen, als u morgen naar de televisie kijkt bij AT5, niet alleen op dit net. Dan zult u zien dat we, geloof ik, 306 spotjes hebben gemaakt. Dat er wel een referendum komt. In die zin dat ik wil dat dat wordt voorgelegd aan de burger. En daar moeten ze nog een heleboel handtekeningen voor zijn, dat soort dingen. Dus het is zeker niet afgewezen. Alleen wat nu gebeurd is, en dat is dan weer een andere politieke praktijk. We gaan met de agenda een beetje rommelen. We schuiven het weg. We doen alsof we altijd al gevonden hebben dat we hier nog een keer over na moesten denken. Je krijgt van die ontwijkende praktijk. Hè? De PvdA die zei, ja, wij vinden dat dit aan de burger voorgelegd moest worden. Ja, dat hadden ze dan wel wat eerder kunnen bedenken voordat ze diezelfde BMW zei, het is spoedeisend. Ja, dat klopt. Ik herinner me die discussie goed. Op het moment dat er een kwestie is waarvan men weet, er zijn mensen in de stad die willen daar een referendum over organiseren, er komt een verzoek, dan kan het nog wel eens gebeuren dat de referendumverordening tegen het licht gehouden wordt en dat er gezocht een gaatje gevonden wordt. Dat er gezocht wordt naar een mogelijkheid. Of het gaat om het beschermen van een kwetsbare groep, zoals dat was bij de tipperzone. Of het gaat om een spoedeisend belang, zoals dat was bij A2000. En in beide gevallen denk ik dat door voorstanders van het referendum afdoende was aangetoond, wat mij betreft, dat niet aan de orde was. Maar ja, het college krijgt dan wel een meerderheid in de raad voor dat standpunt. En dan wordt er vervolgens de eis. Het is zo flauw, hè? Want kijk, we hebben nou eenmaal een referendumverordening in Amsterdam. Dat wil zeggen, er is een systeem geschapen. Het is een democratisch recht. Daar is wel geen kiesraad, zoals bij de verkiezingen die daar toezicht op moet houden. Maar het is een democratisch recht. In rechten afdwingbaar zelfs nog. En dan vinden ze in die spoedeisendheid, wat gewoon een smoes is. Want ze stellen het zelf dan weer 2 weken uit. Gewoon een smoes om dat even te doen. En dan zie je de partijen die dus toch eigenlijk zeggen, wij moeten de democratie hoog houden. VVD en PvdA noemen zichzelf democratische partijen. En dan gebruiken ze de smoes om dat recht, als het ware, weer weg te schuiven. Ja, het is, dat is niet terecht, dat om te beginnen. Maar het is ook bovendien erg jammer. Want we hebben gezien dat Eiburg is een referendum overgehouden. Dat er een enorme maatschappelijke discussie in de stad ontstond. Iedereen die bemoeide zich daarmee. En dat is goed. Dat is een goed bijverschijnsel van het ding. Want je hoeft geen gelijk te krijgen als maar dan iedereen begrijpt waar het om gaat. Eiburg ging uiteindelijk door. Ik was voor Eiburg. Wij hebben als SP aan die discussie deelgenomen. Het heeft onze partij verdeeld. We hadden ook tegenstanders van Eiburg die lid waren van de SP. Je zal maar geen huis hebben in Amsterdam. Dan... Precies, ja, precies. Dan denk je er misschien anders over. Maar in ieder geval is die discussie gevoerd. Ook binnen onze partij en ook in de stad. En dat vind ik een heel goed effect van het referendum. En over grote vraagstukken kun je dus heel goed een referendum houden. Niet over alle grote vraagstukken. Ik heb net gezegd, kwestie Kosovo is volgens mij niet zo'n vraagstuk. Maar over grote vraagstukken, die gaan ook over zeggenschap van de gemeente, hè, dat was bij A2000 aan de orde, kun je heel goed een referendum houden, denk ik. Het is namelijk niet zo'n klein onderwerp. Het gaat niet alleen om die paar honderd miljoen. Het gaat om een heel fundamenteel punt wat ook in Europa natuurlijk speelt. En dat is het aardige van als er een referendum zou komen. En dat zijn monopolies. We hebben in deze samenleving sinds een zeker Dutch Harold Green in Amerika een jaar of 20 geleden begonnen is om AT&T, de grote AT&T was daar de grootste telefoonmaatschappij, op te breken. Is er een golf over de wereld gegaan wat we dan liberalisering noemen, privatisering. We hebben het Amerikaanse voorbeeld gevolgd, zelfs terwijl ze nu in Amerika de zaak weer dicht aan het spijkeren zijn, want ze begrijpen dat ze te ver gegaan zijn. We hebben dus in Nederland de PTT vrijgemaakt, we hebben de kabel verkocht, we hebben de Arbo-diensten verkocht, dat is een hele golf. Men wil het GVB privatiseren, Schiphol, de RAI is sprake van geweest. Je kan het zo gek niet denken, iedere dienst van de gemeente die kan wel naar buiten. Gevangenissen is absoluut ook in Amerika aan de orde geweest, het privatiseren van gevangenissen, bewakingsdiensten. Dat heeft in een aantal gevallen niet geleid tot het opheffen van een monopolie, maar tot het creëren van nieuwe monopolies. Ja, klopt. Dat is die vraag waar het dus nu om gaat en die ook in Europees verband speelt. Is dat nou iets waarvan je zegt, wij hebben als SP daar toch een andere mening over? Ja, absoluut. Wij hebben in ieder geval altijd het standpunt gehuldigd dat nutsvoorzieningen, hè, of je het hebt over het openbaar vervoer, televisie, een aantal andere nutsfuncties,
dat die in handen van de overheid, in handen van de gemeenschap, democratisch gecontroleerd en beheerd moeten blijven. Zodat we bijvoorbeeld ook toezicht kunnen hebben op de tarieven, op de dienstverlening, op de kwaliteit, op de positie van de werknemers daar. Allemaal heel belangrijke aspecten die intact blijven als je dit soort diensten in gemeenschapsbezit houdt. Ja, de politieke teneur nu is toch echt heel anders. Uitverkopen, wegdoen, privatiseren. Liefst met veel geld mee, hè? Want dat zie je. Klopt. Je krijgt dan als overheid even veel geld in handen. Wanneer je de kabel verkoopt, het heeft Amsterdam een paar honderd miljoen opgeleverd. Nou, het heeft Amsterdam 693 miljoen opgeleverd. Wat we weer gelijk geleend hebben voor een gedeelte aan A2000. En nu zien we dat de verandering van de deal op zichzelf, ongeacht wat we al betalen, nog eens een bedrag van 300. En volgens de GroenLinks had het uitgerekend, dan kwam het dan nog duurder uit. Dat de burger dan 350 of 400 miljoen extra gaat kosten. Dan zeg je, we zijn toch heel raar bezig. We verkopen het en we geven ze dan dat geld dubbel en dwars terug. Dat klopt. Privatisering heeft op korte termijn een kasvoordeel voor de overheid. Maar op de lange termijn heeft het een financieel nadeel vaak voor de gebruiker, voor de consument, voor de burger. En dat is iets wat je bij dat besluit tot privatisering denk ik ook meteen zo moet benoemen. Want dan snapt de burger het ook. Dan kan die ook zeggen van ja, daar ben ik dus helemaal niet voor. Ik denk dat wanneer alle voor- en nadelen van A2000, de verkoop van de kabel, wanneer die uitgelegd zouden zijn aan de kiezer, dan denk ik dat de kiezer massaal nee had gezegd. Dat was het ook. Maar toen was er dus dat argument van die spoedeisendheid. Even maar tegen het meer belangrijke aspect is, denk je dat er situaties zijn waar privatisering wel zou werken als we regelen dat er voldoende concurrentie is? Want dat is eigenlijk wat mankeert. We hebben nu dingen verkocht waar geen concurrentie is. Nou wordt er gesproken over het GVB. Externaliseren. Naar mijn gevoel zou dat misschien heel goed werken. Maar dan moet je dus wel concurrentie hebben. Dan moet je naast het GVB in Amsterdam ook het Lovers binnenstadsdiensten of zo toelaten. Concurrentie in het openbaar vervoer leidt automatisch tot verschraling. Want concurrentie werkt alleen daar waar het heel druk is in het openbaar vervoer. In de spits bijvoorbeeld kun je goed concurreren. Dan kan er tegen een lager tarief, kan er misschien ook meer gereden worden. Maar dan betekent het dat het in de daluren en op gebieden waar weinig vraag naar openbaar vervoer is, dat daar een vermindering van de dienstverlening zal plaatsvinden. We hebben het gezien in Londen, in heel Groot-Brittannië, daar waar concurrentie ontstaat, krijg je op lijnen die het goed doen, die het toch al goed doen, die rendabel zijn, krijg je felle concurrentie, veel meer aanbod. En daar waar minder vraag is, krijg je een verlies aan dienstverlening. En omdat openbaar vervoer nou juist een functie is die voor iedereen beschikbaar moet zijn, denk maar aan de dunbevolkte gebieden in Nederland, in Friesland, in Drenthe, in Zeeland. Daar willen we ook openbaar vervoer. Als je openbaar vervoer gaat privatiseren, betekent dat dat op lijnen waar minder vraag is, dat daar minder gereden zal worden en dat je dus uiteindelijk een verschraling krijgt. En dan herinner ik me toch de woorden van Wijfels en zo en de minister van Economische Zaken in het vorige kabinet over bijvoorbeeld die PTT. Ja, maar wij verplichten de PTT om ook dat kabeltje bij de verste boerderij nog te brengen. Nou, bij AT2000 is dat al heel duidelijk, dat boerderijen in de polder liggen waar ze dan 600 meter kabel moeten doen. Dan zeggen ze, dat doen we maar niet. Daarmee is dus al heel duidelijk dat dat monopolie leidt tot verschraling voor sommige mensen. Maar is nou de fout geweest van bijvoorbeeld het ministerie van Economische Zaken in die zaak, of de toezichthoudende instantie op dit moment, de NMA of de OPTA, dat ze die regels voor gelijke toegang als het ware niet voldoende hebben, dat ze daar niet achteraan hebben gezeten? Nou, ik denk niet zozeer dat het monopolie leidt tot verschraling. Ik denk dat juist concurrentie leidt tot verschraling. En de concurrentie volgt op de privatisering, is een gevolg van de liberalisering. We gaan het straks ook zien met de postagentschappen. Dan gebruiken we drie woorden, eventjes liberalisering, privatisering. Waar het op neerkomt is dat een dienst die eerst werd gedaan door ambtenaren, gewoon bij de gemeente. We hadden vroeger ook de postgiro en de telefoon was van Amsterdam. Nu een apart bedrijf is, die willen winst maken, die kunnen naar de beurs gaan. Dan kun je nog een tussenfase hebben dat de gemeente dan eigendom is. Dat is dan een soort tussenfase. Maar uiteindelijk gaat het om dat die bedrijven helemaal zelfstandig hun eigen boterham en hun eigen broek ophouden. Klopt, en winst maken voor de aandeelhouders. Want dat is natuurlijk waar het om gaat bij het particulier initiatief. Daar moet winst gemaakt worden om te kunnen investeren, om te kunnen overleven, om te kunnen concurreren. Er moet winst gemaakt worden. En dat eisen de aandeelhouders ook wanneer een bedrijf aandeelhouders heeft. En dat betekent dat er meer betaald moet worden voor het product dan strikt noodzakelijk. En dat producten die geen winst leveren, dat die geschrapt zullen worden. Want dat is een bedreiging voor het bedrijfsresultaat en dus voor de toekomst van het bedrijf. En als je dat dus ziet in het openbaar vervoer, dan betekent dat onrendabele lijnen, dat die niet geëxploiteerd zullen worden.
Nou zit jij, Harry van Bommel, nog voor de socialistische partijen. Dat is 5 jaar geleden was een woord. Nou, toen viel was Rusland aan het wegzakken en Oost-Europa. Nou, je moest geen socialist meer zijn. D66 noemt zich op het moment sociaal-liberaal zelfs. Maar goed, het woord socialisme was even helemaal weg. Toen bleef daar die socialistische partij over. Eigenlijk voortgekomen uit een toch wel heel linkse arbeidersbeweging. Van mensen die nog op de barricade gingen staan en zeiden we moeten wat doen. En nou zitten we te praten over privatisering en liberalisering. Jee, wat blijft er over van dat socialistische ideaal dat we met elkaar de lasten moeten dragen? Nou, je kunt dus ook zeggen dat belangrijke instituten in Nederland, dingen die we heel lang gezien hebben als het gemeenschappelijk belang, de nutsfuncties, we hebben het al genoemd, het openbaar vervoer, maar je ziet het ook in de sectoren gezondheid en het onderwijs. Daar worden belangrijke dingen waar we heel lang met z'n allen pal voor gestaan hebben, die worden verkwanseld. Vandaar dat Nederlands socialisme, een socialistische partij in Nederland, harder nodig is dan ooit. Wij hebben ons socialisme vertaald naar praktische begrippen van vandaag. Menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid, solidariteit. En met name dat laatste is iets wat er nu in hoog tempo wordt weggesaneerd in de Nederlandse samenleving. En ja, daarvoor ook internationaal gebied. Ook internationaal. Want we zeggen ook, solidariteit betekent niet alleen zorgen voor de mensen in je land, maar ja, als er nou in een ander land, en we krijgen die situatie weer met die Kosovaren, en ja, nu wordt er gezegd, god, dat is heel erg, dus we moeten die mensen opvangen, maar ik weet zeker dat over een half jaar wordt gezegd, ja, maar maximaal 10.000, of we gaan weer dit doen, of we gaan het wat dat, of we maken weer een nieuwe status, A, B, met kruis, en jij moet weer terug. We zijn wat dat betreft niet erg sociaal meer. Dat klopt, maar ja, daar waar de overheid het slechte voorbeeld geeft, en op een aantal punten asociaal beleid voert, ja, daar kun je moeilijk van burgers vragen dat zij dan een erg sociale houding ontwikkelen. Want de overheid die een slecht voorbeeld geeft, ja, die laat burgers het slechte voorbeeld volgen. Dus wanneer ook politici, wanneer de overheid allerlei stoere taal en ferme taal uitspreekt met betrekking tot bijvoorbeeld de komst van asielzoekers, zoals dat bij de vorige verkiezingen rond de Staten gebeurd is, door met name de Partij van de Arbeid, Ad Melkert voorop. Ja, dan mag je verwachten dat de mensen dat gaan napraten. Want wanneer Ad Melkert het mag zeggen, ja, dan mag iedereen het zeggen. Zo werkt het toch een beetje. Dus wat er dan 10 jaar geleden en 5 jaar geleden als centrum rechts voordeel en zei, oh, die mensen zijn tegen buitenlanders. Maar als het nu van de centrumpartijen als PvdA, VVD was daar altijd al wat uitgesprokener in komt, dan is het plotseling normaal geworden dus. Kennelijk wel, ja. Kennelijk wel. De statenverkiezingen die gingen over het asielvraagstuk. Terwijl de provinciale staten daar helemaal niet over gaan. Maar ja, de grote. Over water en lucht en bestemmingsplannen en milieu. Ja. Klopt. De grote politieke partijen hebben de statenverkiezingen, althans de statencampagne, gebruikt om allerlei dingen te roepen over asielzoekers, over het vreemdelingenbeleid. En dat is heel triest, want ja, dat is toch een beetje misleiding van het publiek. Want de mensen werd voorgeschoteld alsof de staten zouden gaan over het asielvraagstuk. Maar ja, daar gaan de provinciale staten natuurlijk helemaal niet over. Politiek is dus rookwolken, mist. Het is niet duidelijk voor de mensen. Mm-hmm. Vroeger was er 1 mei en dan was je links of rechts. Maar dan gingen de mensen. Was 1 mei was de dag waarin we ons probeerden te herinneren dat we in ieder geval niet alleen waren. Dat we samen iets deden. 2 jaar geleden heb ik de laatste 1 mei-viering van de nieuwe Communistische Partij in Nederland. In het ministerie toen. En die kwamen bij elkaar. Heel veel buitenlanders. Het blijkt dat heel veel mensen, bijvoorbeeld uit de Filipijnen, uit Peru, uit Chili. Uit dat soort lange. Dat communisme, dat socialisme, maar dan erg in de praktijk gebracht, nog uitdragen. Ik was toen geraakt door die mensen die dat nog hadden. Mensen die kwamen uit Zaandam. Van die oude communisten die dat gevoel hadden. Dat zijn we ook kwijt aan het raken. Dat gevoel dat we ergens bij horen. Dat klopt. 1 mei is in Nederland niet echt meer een dag die door veel mensen wordt gevierd. Als dag van de arbeid, als dag van de arbeidersbeweging. Bij ons wordt die nog redelijk gevierd. Wij hebben op 1 mei hebben een congres. En dat sluiten we heel feestelijk af. Dat doen we in Nijmegen, in de vereniging. Er komen iets van 800 mensen. En dat wordt toch wel een bijzondere gelegenheid. En ja, ik vind het jammer dat soort tradities, want dat is ook natuurlijk verbonden met begrippen als solidariteit en gelijkwaardigheid. En wanneer ja, dat soort tradities verdwijnen, dan verliezen we toch een stukje van onze eigen cultuur. Dat vind ik heel erg jammer. Ja, want het leeft wel. Ik was
vorig jaar, wat was midden mei, op de Paasheuvel, waar ze dan de peace-elders uit de hele wereld bij elkaar hadden. Indianen en echt mensen uit Azië. En we hebben een aantal van die mensen ook nog wel op de televisie gebracht. Jee, in ieder mens leeft dat gevoel dat hij niet alleen is. Hè? En dan komen we eigenlijk weer bij Pasen. Dat er een manier is om tussen hier op de aarde en daarboven daarbij te komen. Dat klopt. Ja, jij bent katholiek opgevoed. Hè? Nou zit je bij de Socialistische Partij. Spoort dat met elkaar of zeg je... Nee? Absoluut, absoluut. Ik denk sowieso, kijk, de hele Nederlandse samenleving is natuurlijk doordrongen van allerlei christelijke waarden. Maar de ethische begrippen die ik zojuist noemde, menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit, die wordt ook door heel veel mensen met een christelijke achtergrond zo beleefd. Niet alleen in christelijk, ook maar in de islam. Ja, en in alle religieuze mensen moet ik zeggen. Ik ben zelf geen lid meer van de kerk. Maar mensen met een kerkelijke achtergrond voelen zich over het algemeen heel goed thuis bij de SP. Omdat ze behalve socialistisch natuurlijk ook een hele sociale partij zijn. Want er is ook nog dat stukje pacifistisch-socialistische partij achtergrond. Ja, nou, we zijn geen pacifistische partij. Maar wel een partij die bij vraagstukken over oorlog en vrede toch niet zozeer uitgaat van machtspolitiek. Maar probeert daar ook een verstandige politiek te voeren. Die streeft naar vrede en ontwapening. Laatste punt. We gaan naar millennium toe. Even afgezien van de angst die we daarvoor hebben en de millennium bug en wat er in het buitenland gaat gebeuren. Heeft dat nou betekenis voor je? Zeg je van nou, ik leef in mijn leven, je 36, je bent op je 37, ga je dan een nieuw millennium in. Je bent dus dan toch, je leeft in twee tijdstippen. Ik zelf word 13 december 50. Ik voel dat toch als de helft van mijn leven. Nou, misschien dat wat overdreven. Want of ik die 100 wel haal. Maar mag dat je hopen, ja. Ja, mag je wel hopen. Twee tijdperken. Ja, we gaan naar een nieuwe eeuw. En je merkt ook dat die eeuwwisseling door veel mensen als iets bijzonders wordt ervaren. Dat zie ik zelf ook zo. Bovendien heeft iedereen in dit fantasy-jekkelen toch wel door dat de nieuwe technieken die nu al voorzichtig gebruikt worden, maar straks begin volgende eeuw nog veel meer. Hè, de informatie en communicatietechnologie. Maar ook nieuwe technieken zoals supergeleiding, keramische zaken die in de volgende eeuw veel belangrijker gaan worden. Allemaal dingen die ook in de wereld van verkeer en vervoer belangrijker zullen worden. De fossiele brandstoffen die opraken, die maken dat we met nieuwe technieken ook aan de slag zullen gaan. Dat is allemaal heel bijzonder en dat gaan jij en ik nog meemaken. En dat is toch wel heel mooi. Ja. Ik zie dat niet als zo positief. Ik vind dat die informatica in de wereld ogenschijnlijk hele grote voordelen heeft gebracht. Maar voor de komende eeuw zie ik een verdwijnen van de tussenhandel als dat allemaal doorgaat. Ik zie daar een... Dat is een ontwikkeling die je niet tegen kunt houden. En ik denk dat de tussenhandel altijd wel zal blijven bestaan. Omdat mensen toch graag ook met mensen blijven omgaan. En dat dus ook graag direct doen. Mensen aankijken, mensen een hand geven. Dat is heel belangrijk in onze cultuur. En dat zal het volgens mij gewoon blijven. En in die zin denk ik dat die nieuwe technieken... Ja, extra kansen, een uitdaging, nieuwe dingen. Maar ook, is het ook een gevaar? Als ik nou steeds meer zie dat ook in Amsterdam... Dat we denken we moeten meer computers aan die scholen geven. Want dat is witte technologie. Altijd bij nieuwe technieken en nieuwe ontwikkelingen... Wordt er ook gewezen op de gevaarlijke kant ervan. En er zit ook altijd een gevaarlijke kant aan. Maar we hebben dat toch altijd redelijk goed weten te overwinnen. Toen de elektriciteit werd uitgevonden, werd er ook gezegd van ja, het is levensgevaarlijk. Dat is het ook. Als je je vingers in het stopcontact steekt, dan weet je zeker dat je een probleem krijgt. Dat moet je dus ook niet doen. Daar moet je dus elkaar mee opvoeden. Zeggen wat wel en wat niet verantwoord is. En dan komen we er volgens mij met z'n allen best wel uit. Okay. Het is Pasen. We hebben vanmorgen misschien allemaal nog... Een paar eieren te veel gegeten. Het is lente, het is mooi weer. Harry, nog één. Heb je nog een wens voor de mensen? Nou, ik hoop dat mensen juist in deze dagen ook veel aandacht besteden aan dat probleem in Kosovo. En dat ze samen met mij en met anderen willen nadenken over hoe we daar toch zonder verder bombarderen, verder bloedvergieten uit kunnen komen. En ik ben blij dat het mysterie vandaag toch in ieder geval een serieus onderwerp. Oorlog en vrede, leven en dood heeft kunnen brengen. En dat u naar gekeken heeft. Dankjewel, Harry. Graag gedaan. Dat was Harry van Bommel. En dan nu even het A2.